Oh, dit is veel beter, man. Oh, man, moet je het zien. Hey, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mortu en Ruby spelen Hurt World. Vandaag is een nieuwe aflevering en vandaag gaan we er weer tegenaan. Dat is de intro. En dan zijn we niet vandaag, omdat ik ben met Ruby dus bezig met het interview. Je hebt het al gezien. En vandaag gaan we dus een boot maken in Hurt World. Ja, Ruby, doe je ding, man. Ga ervoor. Hey, ik heb het een beetje koud. Hè. Ja, je hebt een beetje koud? Oké, wacht. Je kan de kit gebruiken. / kit. En dan volgens mij is het / kit gear. Oké. En dan kun je dat aantrekken. Dat zou wel moeten werken. Doet hij dat nou ook alweer niet? Als ik spaatje klik, dan doet hij... Heb ik het nou? Ja. Ik heb... Hun? Wat hun? Ik heb... ik deed / kit en toen drukte ik spatie. Ja. Misschien ligt dat aan mijn, hoe heet het, aan mijn instelling. Wacht even. Ja, ik weet het ook niet. Weet je wat we gaan doen voor deze aflevering? Gaan we even kijken. Geef me even een momentje. Dan ga ik eventjes de time freezen, zodat het goed licht is vandaag. Ja. Oké, ja. Dus ik ga nu de time eventjes doen. Dat kan omdat ik de admin van de server ben. Set time op 0.5, dat is dag. En dan Archon freeze time. Kijk, we zijn vandaag een beetje... Is dit midden op de dag? Ja, oké. Okay. Oh nee, ik ga dood. Oh nee. Echt waar? Weer? Nee, ja, je bent nog niet dood gegaan. Nee, weet je wat ik wel kan doen? Kijk, omdat ik... Oh, ben je nog niet dood? Prima. Dan ga ik eventjes een totem doen. Owner. 1. En dan kun je daarop inschrijven. En dan kun je gewoon doodgaan als je wil. Als dat moet. Zo. Ik zal het zelf ook even doen. Snel. Schrijf je in op de totem. Ja. Mag terug. Nee, ja, ik heb een span. Ja. Maar doe dan. Probeer nog even die kit, man. Ja, ik zou het proberen. Maar als ik dan bijvoorbeeld / doe. En doe kit. Nou, dan klik ik. Spatie. Dan kan ik niet meer. Dan kan ik niet meer verder typen. Ik mag maar 3 woorden schrijven of zo. Nee. Echt waar? Ja. Weird. Ja. Ik weet niet wat er aan de hand is. Anders dan geef ik jou even een jas. Dan hebben we dat ook opgelost. Even kijken. Het heet volgens mij een coat. Nee, een jacket. Ik heb er zelf niet één. Weet je wat? Anders geef ik jou al een debug backpack voor nu. En dat doe ik alleen maar omdat het free build is. Ja. Dit is god mode in een rugzak. Doe dit maar. Als je dat even aantrekt. Oké. Okay. Exclusief in de free build geef ik mensen debug backpacks, zodat ze niet doodgaan. Gelukt? Ja? Ja. Oké. Okay. Dan gaan we nu even bouwen. Ik had dus het plan om een boot te bouwen. Ja. En je kan eigenlijk niet... Kijk, dit is dan de binnenkant van de boot, Hero. Misschien kunnen we wel doen dat die boot een beetje zweeft. Dus dan maak je hier bijvoorbeeld een houten vloer. Wacht, dan moet ik hier een muurtje hebben. Bij de opbouw. Nou ja, hier zo aan deze kant komt dan een muurtje. En dan bouw ik vloer, groot vloer van hout. Zo, hier. Blammo. Dus dit is dan de binnenkant van de boot. En ik denk dat die 2 breed gaat worden. Ja. Het wordt wel een grote boot hoor. Als het freebuild is, dan kost het toch niks. Zoiets. En hij moet van hout eigenlijk. Dus ik heb hier wel eens waar... Laat ik dit even opnieuw doen. Ja, is goed. Dus dit moet weg en dit moet weg. En wat ik, de truc die ik wil, is ik wil dus hier, oh, even kijken, eerst moet hier een muurtje bovenop. Ja. Omhoog, omhoog. En laat ik dan muurtjes van 1 hoog maken, want dan gaan ze tenminste, kan ik precies later nog de hoogte bepalen. Dan hoef ik nu niet zo hard over na te denken. Zo, en dan moet ik hier aan de onderkant een beetje ruimte maken, want hier komt dan het stukje dak. Ja. Eigenlijk is het dus dak naar buiten, maar omdat het dan... Aan de buitenkant zit, is het weer naar binnen. Snap je? Dubbele... Ja, ik snap het. Kijk. Juist. Oké, vind je de boot zo lang genoeg? Ik denk dat het wel... Anders wordt wel een beetje een ambitieus project anders wordt. Laat nee, ik vind hem wel een mooie boot. Dit. Nou ja, mooie boot. We moeten nog niet tevreden zijn. Dat is al lang niet af, man. Ik moet alleen... Kijk. Het enige wat ik kan, is een huis bouwen. Van de huis vierkant.
Dat kan ik niks. Ja, ik ben gewend om met Sarah te spelen. En die heeft altijd wel goede ideeën. Dus dan hoef ik zelf niet zo hard na te denken. Maar nu moet ik het dus een beetje zelf doen. Kijk, hier bijvoorbeeld een gat nu. Dat vind ik al jammer. Kan ik dan dit maken? Waar is het gat? Nou, ja, hier zo. Waar was het? Kijk, daar ben ik. Okay. Ja, succes, Mortu. Thanks. Hij zei succes. Ik hoor het. Ja, hoe ga ik dit gat dichtmaken? Misschien kun je hier wel met die buttress aan de slag. Die is wel vet. Ga naar mijn moeder. Hij gaat naar zijn moeder. Ga dan maar weg. 30.000 duimpjes graag. Ga dan maar weg, joh. Misschien als ik hier een muur plaats. Eén ding zeg, alsjeblieft. Hij wou nog één ding zetten. Nou, zeg, kom dan. Ja, zeg dan. Mag dat in de video komen? Ja, dat mag in de video. Ze zijn dat opnemen, gek. En misschien knipt hij het eruit. Nee, zeg maar. Oké, maar. Hangt vanaf wat je zegt. SO naar Bart Ramselaar. Bart Ramselaar? Oké. Ja, hij is helemaal klaar. 10.000 duimpjes omhoog. Hij zei voor goed, ja. Doei, doei. Later. Oké, ik had dit bedacht. Oh, gaat dit lukken? Volgens mij wel. Sick. Oh, dit is veel beter, man. Wat moet je zien. Holy shit. Dit lijkt echt super veel meer op een boot. We hebben de hele tijd zo lopen te stuntelen. Oh ja. Dit lijkt veel beter, man. Op zo'n 90 graden hoek van een boot. Oh, dit is veel beter. Dit is precies wat ik wilde. Want nu zou je gewoon... Kijk, nu zou je gewoon dit kunnen doen. Ik begin even hier opnieuw. Kijk, als ik gewoon zo doe... Stamp. Kijk, je kan ook je muis ingedrukt houden, is dat? Zo vet nou, dat wist stampen. Ik echt niet. Dat is wel handig. Ja, maar ja, dan, als je dan, dat is best wel makkelijk om dan een fout te maken. Kijk, als ik dan hout aan de binnenkant doe. Zo, klaan. Nog eentje. Ja, nou, dat is al genoeg. En dan doe ik die buttress, heet het. En dan kan het gewoon zo spammen. Het ziet er ook echt uit als echt zo de dikte van de boot. Ja, ik snap wat ik bedoel. Dat is veel beter, man. Dit gaan we doen. We gaan, oké, dus dan... nou heb ik deze boot, maar dat is helemaal niks. Nee. Het is gewoon... We waren heel erg... Ik dacht dat ik iets handigs had verzonnen. Nee, het is niet handig. Nou, we kunnen een beetje afkijken van hoe we daar hebben gebouwd, maar dan nu met hout. Ja, laten we gewoon eventjes alles... laten we gewoon opnieuw beginnen. Hier dan dit bouwen. Hij moet, kijk, 2 vloeren breed zijn. En dan zou ik het liefste zou ik hier gewoon een vloer opknallen. Maar dat lukt volgens mij niet. Ik weet het niet. Want zeg maar, nu is het een betonnen vloer aan de onderkant. En dat is natuurlijk niet heel erg bootachtig. Dus dan zou misschien, ja, misschien moet je de weghalen en dan hout. Ja, maar je kan daar geen... Ja, maar je kan... Ik denk dat je de hout overheen moet plakken. Maar dat lukt volgens mij heel slecht. Is dit de bedoeling? De schuine... Nee, dat is niet de bedoeling. Oké, daar hou ik hem wel. Maar meestal als ik uitschiet, dan los ik dat wel daarna pas op, zeg maar. Ja. Vloer, hout, groot. Ik denk dat het wel te doen is om, zeg maar, hier zo'n houtvloer te maken. Ja. Op deze manier zo. Rob, je wordt geroepen! Ik zal even laten zien wat we allemaal hebben. Dus de zijkant is eentje omhoog verder. Ik heb raampjes geïnstalleerd. Vond ik wel dik. Hier, deze overgang is nog steeds een beetje raar, maar... Okay. En... natuurlijk hekjes. De binnenkant heb ik aangewerkt. Van dit trapje is tijdelijk hoor, maak je geen zorgen. De binnenkant aangewerkt door... wat wel relaxed is. Als je kijkt, ik heb alweer een deel van de stijgers weggehaald. Maar die plaats ik dan hier al. En dan... kan je ze zo uitbouwen. En dan kun je weer... Dat heb je echt nodig om die vloer te maken. Kost al echt enorm veel hout, maar... Daarvoor is de free build. En ik heb hier heb ik een trucje gedaan. Die wil ik ook even laten zien. Hier heb ik een luik gemaakt. En want kijk, dit is twee stukjes omhoog. Hè? En de hele muur is 3 stukjes omhoog. Dit is 2 stukjes omhoog. Maar dan steekt die ladder uit. Dus ik heb hier eventjes een... dit gebouwd. Ik zal je laten zien hoe dat moet, want ik heb het hier ook nodig. Kijk, dan laat ik... Hier moet een laddertje. En dan moet ik even de vloer eruit slaan. Dat is hier, ja. Kijk, dan kan ik hier de ladder bouwen. Daar. En controleer altijd gelijk even dat die ladder goed staat. Ja, check. Oké, en dan weer de vloer dicht. Naaien. Kleine muur. Nee, muurtjes. Ja. Even kijken hoe we dat gaan doen. Hier kan hij, hier kan hij. Die en die. Kleine muurtjes voor hout.
Yep. En dan deurtje, luikje. Nou moet dit wel werken, anders hebben we een beetje een probleem. Waarom werkt het dan daar wel? Dat is vreemd. Komt het door dat dit blokje er zit? Misschien. Opnieuw. Nee. Huh? Even kijken hoe ik het hier heb gedaan. Hier moet ook over die... Of heb ik misschien eerst het luikje geplaatst en toen de ladder? Dat zou ook kunnen. Ladder weg. Ja, dit werkt nu. Ding open. Ladder erin. Deurtje dicht. Sweet. Bonus. Kijk, dit is echt die expert level build. Om die zo te fixen. Dan naar het volgende. Nog een ruzietje met ladders. Wat ik even wil laten zien hoe ik dat heb opgelost. Kijk, ik wilde namelijk hier. Hier bovenop komt een mast. En nu heb ik in het midden heb ik van die pillars geplaatst. Maar, kijk, dit moet ik zo meteen nog oplossen. Even kijken of dit werkt. Kijk, nu komt echt de kracht van trusses natuurlijk tevoorschijn. Dat je gewoon in de lucht kan bouwen. Eentje. Nee. Zo. En dan. Die. Ja. Demolish deze dingen. En dan weer een trus terug. Wat een priegel, maar. Dan gaat het er wel echt heel slik uitzien natuurlijk. Vloer, klein, die. Hop. Oké, nou hoop ik dat hij hier een beetje normaal er tegenaan komt. Ja, hij doet het wel. Maar hij staat er wel een stukje van af. Ja. Wat je natuurlijk ook zou kunnen proberen is om de pillars hier tegenaan te krijgen. Misschien werkt dat ook wel. Nou ja, dan krijg je zo'n beetje dat ze zo erbuiten staan. Even kijken. Ziet er op zich ook wel tof uit. Misschien wil ik dat wel. Weet ik niet. Even kijken. Dit even weghalen. Ik vind het eigenlijk wel stoer. Ik ga dit gewoon zo houden. Beetje experimenteel bouwen. Oké, en dan weer dit allemaal weg. En dan met de grote trusses weer inkleuren. Even kijken. Die. En dan zit het weer dicht. En dit moeten we dus voor elke mast doen. Dus het is wel een beetje gepriegel. Maar ik denk dat het resultaat er wel mag wezen zometeen. Het is sowieso al een... Ik vind het leuk om iets te bouwen wat zeg maar niet echt de bedoeling is. Zoals die boot. Zoals een boot. Dat is gewoon niet echt een Hurtworld-achtig iets. Oh, wacht. Ik denk dat we zo meteen een probleem hebben hier. Kan ik hier een muur achter zetten? Nee, niet echt. Maar kan ik dan wel een ladder hier opzetten? Nee, kan ik. Ik kan wel. Oh, matig. Had ik niet over nagedacht. Nou moet hier nog een... want je kan hier geen ladder verder opbouwen. Dus eigenlijk moet je eerst een ladder helemaal tegen een muur. En daarna moet je het... Oké, ik ga het wel even opnieuw doen. Dan kom ik wel terug als ik het echt geregeld heb. Oké, ik heb wat dingen uitgevolgd hoe je een mast moet bouwen. Oké, de truc is om gewoon te beginnen met een enorme muur. Ik heb hier al een stukje van weggehaald van die muur. En er pilaren voor in de plaats gedaan. Maar als je nou eerst begint met een muur en een ladder, kun je ook gelijk helemaal omhoog. En dan gaat het als volgt. Even kijken, wat ik had gedaan hier is een trucje om even te jumpstacken aan de achterkant. Dus gewoon hier te springen. Ach man, normaal werkt dit echt veel beter. Zo omhoog. En dan plaats je zeg maar die trusses en dan kun je daar vanuit verder bouwen. Dan één ding wat ik gedaan heb. Kijk. Ik zal het even aan de andere kant nog maken. Het is een beetje stoeien met dit. Echt, je skaterhelm is echt, heb je echt super hard nodig. Maar ja, hier zo. Oké, dus dan bouwen we hier wat trusses. Hoe ver ben ik hier gegaan? 1, 2, 3, 4 denk ik. Oké, 1, 2, 3 en dan nog eentje. 4.
Yep. Dan moet je hier even een vloertje opbouwen. En dan daar bovenop een hekje. Even kijken, is het hekje aan de binnenkant of buitenkant? Deze kant. Deze kant. Zo. Prima. En dan weer dit weghalen. En dan heb je een soort van dwarsbalk voor je mast. Deze kan ook wel weg. Zo. Kijk hoe dat eruit ziet. Ja, dat is even lang. En dan voor die andere kant. Moet ik eventjes een beetje omheen bouwen. Dit is echt heel veel bouwen en dan ook weer heel veel weghalen dit, hè? Heb je dat ook niet, Robby? Ja, ik vind het knap dat je dit allemaal kan, want als je meer, als je meer gaat bouwen, dan krijg je het ook steeds beter in de gaten, zeg maar, van hoe het hoe Hurtfield vindt dat jij het moet doen. Bouw. Die. Klang. Oké, en dan gaan we hier. Ja, ik heb eigenlijk... Je hebt niet echt een goede... Hoe moet je dat? Je hebt niet echt iets wat gemaakt is om zeil van te maken voor een boot. Maar ik had bedacht dat steen wel... Is ook wit, dus dat lijkt er wel een beetje op. Kijk, moet dat dan... Eigenlijk moet het eentje naar achter. Ah, oh, heb ik het aan de verkeerde kant gebouwd? Ah, oh, jammer. Oké, maakt niet uit. Dan bouw ik het gewoon alsnog hier. Kun je hier al een muur op doen? Ja, yeah, dat is relaxed. Van steen. Yep, kijk, en dat hangt er dan zo mooi aan vast. En dan bij die laatste moet je eventjes een buttress maken, heet het. Van steen. Bam. En nou moeten we alle hulpblokjes weer weghalen. Weg. Ik help wel. Ja, voorzichtig. Niet te veel weghalen. Oké. De rest kan wel even blijven zitten. Dit kan ook wel blijven zitten. Die niet. En dan moet hier denk ik nog een laagje onder naar mijn smaak. Truss Nation. Bouw alle trusses. Oh, wacht. Dit is die ik net weggehaald heb. Foutje. Deze muur moet ook alvast weg. Anders kan ik er zo meteen niet meer bij. Wacht. Die truss die zou dan... Eigenlijk op het niveau moeten... Ja, die moet bovenaan deze muur. Nou, dat kan ik wel oplossen op een andere manier. Dan bouw ik wel even een muur hiernaast. Hier zo. Oh, wacht. Ik kan gewoon... Hè? Dat is wel een beetje raar. Ja, hoe gaan we dit nou weer doen? Oh, wacht. Ik kan het gewoon opnieuw bouwen. Wacht. Dit kan weg en dan kunnen die pilaren ook weg. En dan kan ik hier weer die muur terugzetten waar die pilaren stonden. Denk ik. Oh nee, dat kan niet. Oh nee, ik heb het helemaal kapot gemaakt. Oh man. Kan je deze ladder niet gewoon eerst weghalen? Nee. Want ik had juist hier aan de onderkant een trucje gedaan met die trussen. Dus dat moet ik nou opnieuw doen. Ja, dat ga ik niet op camera doen. Dat ga ik wel eventjes daarvoor knippen. Maar dan moet ik dat even terugzetten. Ja, zie, ik heb gewoon weer veel te snel dingen weggehaald. Wacht, ik ben zo bij terug. Oké, we zijn begonnen aan de tweede mast. En het is, die andere mast staat nog een beetje in de stijgers. Maar ik wil eerst even deze afmaken. En ik heb het handiger aangepakt dan zojuist. Ik heb namelijk eerst gewoon... een dubbele muur gemaakt. Dus zeg maar twee stukjes naast elkaar. Naar boven, ladder er tegenaan gezet. En toen en ik heb de achterkant heb ik met losse stukjes gedaan. Gewoon stapjes van 1, zo 1, 2, 1. En dan gewoon een stapel trusses daarnaast. Dat was een tip van Sarah. Een poosje terug had hij dat gezegd. En op die manier kun je op elke hoogte aftakken. Dat is wel handig. Dus dat is, als je nog een keer een beeld wilt doen met hoogteverschillen en zo, dan kun je gewoon zo'n stapel trusses... Hallo? Stapel trusses... Ik heb ook een beetje lag. Zo. Eigenlijk. Welkom in mijn wereld. Jij hebt echt last van, hè? Ja, dat is wel een beetje jammer. Maar dat gebeurt. Dat is het leven hier in Hurtworld, helaas. Oké, niet te afvallen. Laat ik dan eventjes hier... Ik ga nu deze kant van het zeil maken. Dan moet ik nog eventjes eentje verder naar buiten bouwen. Na. Kleine trus naar buiten. Vloertje erop, alsjeblieft. En dan van steen. 1, 2, 3. En daarboven ook. Tak,
En wat was het? Ah, ik ben de tel kwijt. Matig. Wacht. Ik ga even het zo maken dat ik om kan lopen. Kan ik hier een grote vloer maken? Nee. Jammer. Maar dit is 1, 2, 3 en dan dat. Dus dit is 1, 2, 3 en dan... Nou, ik ben al te ver gegaan hier, geloof ik. Zo moet het. Aha. Dan komt hier een muur van steen en dan zo'n buttress. Tada. En dan hier moet er nog eentje. Even goed hier op het randje gaan staan. En zonder naar beneden te vallen. Misschien dat ik eerst die aan de bovenkant moet doen. Oh nee, het past. Chill. En dan buttress. Die van steen. Daar. En dan weer alle hulpstokjes weghalen. Ja, gaat al wel een stuk beter dan net. Toen was het echt nogal gepriegel. Is die symmetrisch, Robby? Kun je dat zien van beneden? Ja, symmetrisch. Ja? Oké, okay, lekker. Ja. Dan ga ik hier dit afbreken. Oh, het enige wat ik vergeten ben is om een randje met hekjes op te bouwen. Ja, vet pech. Ik kan niet alles hebben. Het wordt geen perfecte beeld. Ik ga niet alles weghalen nu. Of is dat moeilijk om te doen? Misschien kan het wel gewoon zonder al te veel moeite. Even kijken. Kan ik hier een truss opbouwen? Kleine truss. Ja, nee, niet echt. Tenzij dat ik erop kan springen. Dat zou wel kunnen, want ik heb dus... Ik ben onsterfelijk, als ik nou heel goed mik... Je bent Jezus. Nee, Jezus was niet onsterfelijk. Robby, wel opletten. Ja, nee, sorry. Je kan wel vliegen. Dat kon Jezus volgens mij ook niet. Als ik naar water zou kunnen lopen, kijk, dan... Wat zou ik dan? Dan zou Jezus ik als... kan alles. Oké. Ik denk dat je het thema van de aflevering wel een beetje aan het veranderen bent nu. Dat is niet helemaal de bedoeling. Oké, dit gaat al best wel goed komen. Oké, dus dat kan. En dan komt daar bovenop, nog een zeil? Ik denk het niet. Dat wordt een beetje te veel. Right, maar en daarna kunnen we aan de binnenkant. Dus ik ga even hier die masten afbouwen. En dan zie ik zo wel. Yes, het is af. Oh, iemand heeft een enorme toren naast ons gebouwd. Dat was ik. Oh, dat was jij. Oh, oké. Okay. Ruim je het ook weer op? Nee. kijk, het is af. Ik zal het je laten zien van de voorkant. Gruwelijk. Ja, zet maar even de Pirates of the Caribbean theme song op. Ik doe het niet, anders krijg ik een copyright strak op YouTube. Moet je natuurlijk niet hebben. Nou ja, dit is lekkere boot. Ik heb de foundation tonnen vandaan gehaald, waardoor je dat niet ziet. En hier de achterkant een beetje opgeknapt. Hier kom je binnen. Kijk, hier moet ik dat eigenlijk ook nog eventjes een beetje opruimen. Maar daar heb ik niet zoveel tijd meer voor. Zou je hier bijvoorbeeld nog wat kist of zo in kunnen zetten. Wat vettigheden. Ik moet wel de deur dicht doen, want ik moet... Oh, dat ben jij. Aha! Want die totem zit er nog gestopt. Maar dat is wel leuk als je een free build, als je een beeld maakt, dat mensen ook kunnen komen kijken. Anyway, ja, hier zouden dan bijvoorbeeld nog ook aan het, ja, zou nog wat torches of zo in moeten. Dat vind ik wel scheepsachtig. En als hierboven is dan de, dit is de kajuit van de kapitein. Die mag hier slapen, zeg maar. Die kan zo'n mooi overzicht hebben op alles. En dan loopt hij naar boven. Roar. En dan heb je hier zo, nou, het dek. Aha. En dan kun je hier zo naar boven. En dan zou hier zo misschien... Ah, dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Maar je zou... Wat wel logisch zou zijn, is om dit gewoon met hekjes dicht te bouwen. Sowieso alle hekjes. Zo. En op de achterkant misschien niet, maar wat wel... Ja, ik weet niet, kunnen we iets maken dat lijkt op een... Noem je dat? Zo'n stuurding. Een roer. Nee? Heet het niet een roer? Een boeg. Een... Gewoon een roer, toch? Ja. Dat je zeg een maar... Bakbord. Bakbord, stuurbord, dingen. Ja. Ik weet niet hoe dat heet. Dan zouden we misschien als een soort laag muurtje of zo hier maken.
Nee, iets laag. Toch maar het laagste muurtje. Geen idee. En er zou hier een soort van stuurwiel of zo op moeten, maar dat hebben we niet. Of iets, wie is dat erop lijkt? Ja, een open haard. Maar dat is, dat lijkt er niet op. Nee, al deze dingen lijken er niet op. Helaas. Goed, goed genoeg. Anyway, dat gaat het doen voor deze aflevering. Poeh. We hebben het gedaan, Robbie. We hebben een einde van de aflevering gehaald. Mm. Goed gedaan. Dit gaat sowieso natuurlijk de thumbnail worden. Plink. Anyway, dat gaat het doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Als je het een leuke aflevering vond, laat dan een like achter. Haal je torens weg. En hoop je al te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!